Het is dinsdag de 12e dag van augustus. Goedenavond. Ik heet u van harte welkom bij deze aflevering van 1 voor 12. We presenteren vandaag een gezin wiens huis is afgebrand. Zij leven nu verspreid en de vader heeft zijn intrek nu al een maand in zijn auto moeten nemen. We brengen een update van de situatie van zuster Stuart. We hebben ook bezoek van Giani Sabayo. Zij was enkele jaren terug in 1 voor 12 voor hulp bij de genezing van de ziekte. We pakken een reclamebreak en zijn zo bij u terug. Vanaf de grand opening van Zaya is de complete service nog moderner aangepakt. Zaya heeft meer dan ooit een goed geoutilleerde wagenpark met de meest gangbare merken auto's. Nissan, Toyota en Mazda. U heeft keus uit de volgende goed onderhouden modellen. Fuga, Mark X, Fun Cargo, Wish, Realm, Skyline, Primera, Fits, Ronix en nog veel meer. Zaya heeft ook een constante aanvoer van brandnieuwe voertuigen. Het assortiment is ruim en u heeft keus uit interne financiering of financiering via de lokale banken met een aanbetaling van 25%. Kom langs bij Zaya Car Center, Hofstraat 121A en Zaya's Car Rental en Transport, Hofstraat 73B. Voor details, check onze website. Ja, ja, tidete, we ga Zaya. Kadimega voorziet in de dagelijkse behoeften van vele huishoudens en is de distributeur van het top-Europees merk Jumbo. Van Jumbo staan op de schappen van alle goed gesorteerde supermarkten in Suriname verschillende cereals voor een goede start van uw dag. Conserven in blik en fles, van bruine bonen en witte bonen tot ananasschijven en maiskorrels. Verschillende tafelzuren, macaroni voor de heerlijke Italiaanse pasta, koffie, cappuccino en vruchtenthee, koffiemelk, huishoud- en schoonmaakmiddelen bestaande uit wasmiddelen, wasverzachters, keukenpapier tot reinigingsmiddelen. En Jumbo heeft ook gedacht aan de trouwe viervoeters. Jumbo, het top-Europees merk op de schappen dankzij Karimega. Onder de topproducten van het Europees merk Jumbo. Distributeur, groothandel Karimega. Maagdenstraat, Hoek Steenbakkerijstraat in het Reditex gebouw. Telefoon 42 1750. Jumbo van Karimega. Belt u waar voor uw geld en een aangename omgeving waarin u zich goed voelt? Triple D. Triple D. Triple D biedt u met haar deskundig team de juiste adviezen en professionele aanpak voor de mooiste bestratingsmodellen. Bel daarom voor sierbestrating met telefoon 680 4021 of 8899375. Wij staan klaar om uw terras, looppad of tuin op te fleuren. Triple D, altijd goedkoop, maar bovenal kwaliteit en snelle service. Triple D. Rijdt Austral Taxi on Trusted Wheels. Meisje, wat ben jij haast hier, gozo? Meisje, Austral, maar wat kan ik met een taxi? Ik kan het niet leggen zodat je bel. De mij kan ik een wispe-foto. Hallo, pas, mis Abbasandis. In de paidirier, pas een prijs, de kan ik een wispe-jude. Want iedere lijst met wakagwa Elstrel got ekwa. Want lomanga waje reikong tak da Elstrel anga den soort standaard. De man voor Elstrel die ka herkende na a keel groene pesta de weer. Tapa baka Elstrel snap nanga ready. Da nanga a nummer voor Elstrel. Da plus tapa dashboard pa wadi. Da pe wan sroto de. Da a nummer voor Elstrel de ook to ondra sroto. Dus dat wan taki. If de ma overvraag je, ik kan druk aan nummer dat ik die klacht door. Tapa fes ruit, dan ga tapa bakka ruit voor de taxi voor ons. Dat je aan u, alle de wat je op een nummer, aan nummer snap ina. En aan nummer voor een taxibedrijf voor ons, de onder aan u. Dus zo je herkent de man, no mix my G69, ons er op een restaurant. De ser brede, de ser nyang, alle soort gerechten. Sweetie! Ook toen, de 6 uur bakken na komen turen maten. Dat de ser barbecue dat dako. Inja weten na sik van nga boku of nga bachao. Nooit. Let dat pa Elstrel ik kan paaien. Dat wa kapsalon dat pese ik kan go sanin biriku.
ketchup. Ulstrel, Philly's met extra. Nanga, akkroid ketchup. We je vim occident toe dan. Je nyan dat je beter vindt. Me quema lentamente, yo te beso suavemente. Tu que me está quemando, me está quemando. Mamboy, did I want one big rock of two? My children start and they got a part of crap. They don't start straight straight. Daram me ptide, yo chari go pe me by the sand. Because sap mo trali, putemi seni go, iko by the yo is the sand. For you original, safe taste, Malasi, Florida water, sweet soapy, Arsada, Pompeya, Nanga Pemba, Yumudena, Mahabir Kulturu Enkri, na Koningstrati. For meer cultureel plezier, kom bij Mahabir. Mamboyo, mamboye, mamboye, mamboyo, mamboy beteji, bayisa na Mahabir. Mamboye, mamboyo. Een auto in A1 conditie voor $1500. Klinkt ongelofelijk, maar het is waar. En dat kan alleen bij Compa Car Sales. Compa Car Sales heeft auto's in A1 conditie al vanaf $1500. Sinds kort heeft Suriname een keuringsinstantie erbij. Compa heeft haar diensten uitgebreid. Compa aan de Oost-West-verbinding ook terecht voor herkeuringen. Compa's keuring maakt gebruik van de meest geschikte apparatuur. Tegen de meest gunstige keuringstarieven worden rijtuigen in de categorieën 1, 2 en 3 door een erkende keurmeester naar eer en geweten uitgevoerd en dat terwijl u met gemak in onze wachtruimte wordt opgevangen. De nieuwste afdeling van Compass Group, Compass Keuring. Oost-West Verbinding. Veranderd, hè? Echt mooi. Ja. Maar we gaan toch niet de hele tijd hier blijven? Laten we een beetje doorwandelen. Niet ver van de Kankantriestraat staat Motel Kobi. Waar ga je? Ik breng je toch thuis? Nee, ik wil niet naar huis. Je moest in de Calcutta-straat zijn afgeslagen. Ik wil naar Kobi. Kobi, wat is Kobi? Rij je zal zelf zien. Aan de Bruinaardstraat 19A Abrabrochi. Motel Kobi is eenmaal 24 uur open. In onze nette kamers kunt u lekker relaxen. Lang verblijf, kort verblijf, het is wat u zelf wenst. De prijzen zijn aantrekkelijk en de service magnifiek. Privacy is gegarandeerd, brada. Dus probleem no de Motel Kobi. Bruinaardstraat 19A, omgeving Calcuttastraat. Trek in een overheerlijke maaltijd, goed verzorgd en hygiënisch klaargemaakt. Dan is Bigas Barbecue en Tillo House waar u naartoe gaat. Krawik in mijn verjaardag toch, dat ledja we bestellen. Als dat zei dat drap, na lang lang zijn, hoe na vrijkotte kan je. Bigas in verjaardag, daar ook nog die bestellen. Uw smakelijke dag begint bij Bigas al vroeg in de ochtend met een warm en dik belegd broodje.
De professionele kok Biga himself is altijd content en staat erop dat u geniet. Anya boeiara. U stapt binnen, kijkt rustig naar het menulijst en Biga bedient u op uw wenk. Aan de Latourweg nummer 76 kunt u lekker chill genieten. Goed verzorgde porties voor kleine en grote eters. Van een barbecue bami of kilo tot een zoetzure vis of chop soy garnalen. Biga doet ook professionele catering op elk evenement of feestje. Service with a Biga smile. Vier personen zijn dakloos nadat de huizen in Boedel een maand terug werd afgebrand. De hoofdzwangere vrouw die ook in het huis verbleef, heeft een dag na de brand een gezond kindje ter wereld gebracht. Ze geniet tijdelijk onderdak bij haar ouders, maar zij kan niet lang daar verblijven. De man moest zij intrek in zijn auto nemen en zo leeft het gezin verspreid, wat pijnlijk is. Ook vanwege het feit dat ze niet optimaal samen kunnen zorgen voor hun baby. De mensen zijn radeloos en zoeken naar een onderdak, zodat zij kunnen herenigen. Mag ik uw aandacht voor het volgende. Wederom heeft de Rode Haan gekraaid, ditmaal aan de Govindstraat. Waar het gezin met onder andere mevrouw Ashina dakloos zijn in één keer, in één moment. En gelijk de dag daarop scheen er weer een licht, maar een ander licht, een goed licht. Maar de dag daarop, de dag na de brand, werd het kindje geboren. Wat heeft u allemaal ervaren? Zo, we hebben nu momenteel geen dak. Oké, ik heb wel dak voorlopig van mijn ouders gehad. Maar ziet dat mijn man zit helemaal daar in de auto. Hij slaapt in de auto. Ik ben hier zo ver. Elke maand moet ik naar de dochter met de baby. Het is helemaal zo ver. Ik moet 's morgens 5 uur wakker worden om de baby helemaal naar de dochter te brengen. 2 bussen moet ik nemen van hier. Ja, ik hoorde het pas maar na 2 dagen. Natuurlijk hebben ze u niet gezegd. Nee, ze hebben mij niet gezegd. Dus ze hebben uw kindje rustig laten baren. Ja, dat kind is rustig geboren en nadien hebben ze u gezegd. Ja, dus ik weet het echt niet. De spullen die in uw huis zijn, heeft men wat kunnen redden? Nee, niets is kunnen redden. Nee, niets. Alles is afgebrand. Had u toen ook al babyspulletjes voor dat kind gekocht? Ja, babyspulletjes hadden we wel veel al gekocht. Alles wat bij baby behoort, alles hadden we al gekocht. Alles is ook verbrand? Alles is al verbrand. Okay. Nu bent u hier en uw man daar. Uw man niet in een woning, maar hij moet vertoeven in een auto. Dat is erg. Ja? Jullie zien elkaar wel? Zo niet echt, want hij kan niet zo ver hier komen. Dus in een week komt hij wel een keertje. Ik wou graag een hulp van de gemeente voor een dak. Ziet het, ik ben hier, man is daar. We hebben geen onderdak, is al een maand. Ja, man slaapt in de auto. Ja, dat is het. Ik wou graag een hulp. De jonge vader heeft, schrikt u niet, zijn indruk moeten nemen in een auto. Wanneer de paal toe? Samiti. Zo'n is hij zo bron. Mijn vrouw bij de raad zo. Ik heb bevalling. Mijn ma, mijn chimbrada, tante of mij, was er aan. Die uren maanden ik ga naar de omhoog mij. Next nog bepsa. Migwe, migo wasi, migo 11 euro, na de mabaka. Next nog bepsaite. Migwe jaso, wat was ook bezoek mijn vrouw. Kom baka 12 euro, mipsalek jaso, next nog bepsaite. Van goa baka ze, baka wang met 10 minuten. Mis usis moko. Jaso, dat me bari kita komoluku, kan de mama trama ose brong. Mijn chimbrala bij mijn sara makata gosnel ose brong. Ugo, zei ze, omhoof me. Ik heb een camera voor een camera. Ik heb een camera voor een camera. Ik heb een camera voor een camera. Gelukkig vrouw, je bent op moment dat gelukkig vrouw, je bent daar aan toe, want hij moest bevallen. Ja, hij moest bevallen sinds vrijdag. Dat heb ik sinds vrijdag moest bevallen. Maar aan het bevallen, voor zondag, ik heb een aan het bedden. Ik heb erg mooi. Erg mooi. Iedere man redde next heb je kunnen redden? Dim kom ik potawa, samen wagen is niet meer. Ik kom, pas het tapau kuja, misschien mangja als koud. Fire betekent bij mijn bij mijn gomor. Wat je nu weet, je denkt dat je iets aan de oorzaak.
De mate mig na kortsluiting, maar mine bribing. Mine bribing? Mine bribing. Je op een idee dat ik was maar van ja. Mine bribing, want het heet er want zij denk ik. Mij denk ik dat mijn sigaret is aan het zijn. Zo is dat niet? Mijn sigaret. Maar dat omhoef me. Als ik kortsluiting ben, dan heb ik eerder. Maar ik heb 5 euro maand in huis. 5 euro maand in huis. Maar we prijzen 10 poko, want een beetje poko van mijn bron. 10 poko we prijzen. Niks op ze. Mijn moto. Je denkt dat ik mijn gosri ben en mijn sigaret niet aan? Nee. Mijn moto van camera. Die gwef ofzo. Mijn moto van camera. Mijn satraam heb ik als krosi. Mijn poel de krosi. Ik heb een tapa bedi. Ik heb een bedi en ik heb een toilet. Dat is een feiteki. Dus je denkt dat ik mijn fieri. Mijn vergeten sigaret tapa bedi. Nee, ik heb een fieri. Mijn orasi aan mijn moto. Ma po de cross ta bedi ta kan da faya fado ma mano be abendor wana fe filo ma ta ma be kona oso adidati dus ma mano be abendor ma be drumo black akan wan fe filo ma ta suma ma be ai dringi wel minole ma dringi ma dringi dus ma po de cross ma gona toilet wan tra o move me fro be de as mer wan sai brong dan akara o move dat is wat we bedienen also. Akaren, die man koopt open camera, maar schaafaya. Dus ak faya begin in de camera van man. Oké, okay, iedereen maar de reden next. Ab sakba manu fado na ngayu. Want afro laat fen. Want president Emma, hij tam voorlopig na Emma. Alles wel eens waar. Aan want toen zich wel de president. Want sebis madina also en dat nog eens onjuw. Want chingfu wamung fado na ngayu. En is dat precies wamung? Met de naam ging minap next sociale via sociale zaak of een wang 1500 SRD waardebon maar dat me pot wan zei me barigan tak me fen wang also futang wa presi me ka bay wan to apparat fa baby de me ka bay wang ada de san se be abina also fa baby ada de san brong ala san brong next totang dus in principe a baby nap next no me no lay fa ber khare me fen furus de wat betref baby crossi baby pampers, baby fooding. Dat kon wel. Ja, voor je burgerij me vind voor. Oké, maar nu vat doen naar jou, want nu je pchi moest doen naar jou, je vrouw naar jou pchi moest doen naar jou, en dan moet je zo'n jongen gezin praten. Pe jou etang. Mina, ina wagi ja, lega. Lega me serie me. Wat moeng ba. Mi bakpa se fa, mi mina wat diabetes patient. Mi ap hoge bloed, mi ap suiker. En nu even die situatie is dat hoge bloeddruk na suiker, nee zakken. Net jure me erger misreef, mijn man. Want met deze nu zo. Zo, one, today, one day nog maar. Met vier chimboen, ten mijn vrouw, zatra net hier. Deze dem ching, je komt hier tot rust. Ja. Zatra net hier, 11 euro per mijn roko, en je neemt ze pot me. Zo on de herde me dat me de val op me schutten. Want mijn saptak afroon had chinden aan me. Ma munde ma te teme kon la me e tra fas mi de euroko me roko na machine sin ekri ma amoni se ekis de pe asari fu under ho yuna ngai khasen tapa moment dis nit amet mus amusu want asu tu wasi fi de erreur me roko akon dis alas an ye du ina wagi ja ye sri bija so so toilet du sonet fo so mi bo aksi de pe ga toilet sonet fo su kon mi bere mulok mi no lei ma ma tif mi go hon mi mano de no mi abir gona matis mi bakasi yumma betan dina oso tu pe yumma etano mi ma mi chim brada mi fro mi beda ma tantos mi beda na fakansi ya so ingwek ba oso beda wan bigi oso oso fu dri kamera dri kamera omas ma beta na oso momen dati ubed unu wa forma ubede ma tantos mi beda na fakansi beda na fakansi Yosaka, ma fo kana ngade san fu atante fikit san kontan fakansi de san brontu. Ala krosi ala san fa bron. Ala sani. Petante dat den. Wang sanu abe ap koloku, a koffer sa abe abi. Abe pot wantu san fustra na abe bawa tu san. Souvenir an de wat anga en ticket, anga passport. Kolokor da be dining. Loktu si fa koffer bron, ombe abe odra bedi. E ifen ma bron mar next no bron. Inse. Zatang wel. Da pom chin koloku. Sociale sak kon te kon luku? Sociale sak baka brand today baka brand ma be kon ma luku ifo. Minister fu upa bara ber ke permise be kon wa de tu. Ma gi op da fu opre ma la sani. Ma tapa jari ser fu no mago. Sai de. Minus de tu o move mi sai tandra pe.
de mijn prebaas nu. Want er wel nog een man hebben naar mijn grandpa bajari. De ma aanvraag meer. De ma aksa grond. De ma aanvraag van grond. Zijn dat grond, die zijn grondtuur. Grondtuur, ja. Dus die man zit nu op zijn bron. Gewoon pis kon vrijen, dat doen we de ma aksa grond. De ma aksa grond. En is er een timmy chimbrara? Dat ontdek ik helemaal, kom maar drapen. Is er een timmy chimbrara kong? Amago dapat apa jari? Lu kuah udut sade dapat naf mi unu, naf unu, naf osa mi mi pet. Des ini nama gua moro dapat. Amago apa jari? Mi nama gua. Of the coop tu, ah? Of the coop tu bakar taki. Mi bat toilet, betang, bung bung, dakwa be brong, alasan be de bung ete. Dema broka hair sani, sondrof un aksi. Dema lu kuah stone dapat hippie apa? Dema broka hair sani pur alere koporo. Alap toilet pot next minute si moro. Di saat no be brong. Mem apa bun takuru ati fudu sama sanang wasma asma bun takuru ati ejane temi cimbrara ko ama go waka go tapa ko san go luku drape de ma bigi kosi de tuo move misa drape de ma bigi kosi ano bun to ano bun im up stong tapi ati so futak sama sanina ano tak datang tak na apartman na ununa wang ning me chago me pade degba ati mari kata na wamung ba ejane presis wamung. Mijn man vindt nog maar steun voor de overheid. De enigste na 15 had, dat is aan mij vindt niet. Nog maar actie voor de overheid. Voor mij. Steun me. Next minuut morgen. Alles hangbaar. Next minuut morgen. Ja. Dus dan ook. De overheid, want kan heb mij nog. President aan de hand. Mino sape mim lo moro. Mi lo so furu, mino sape mim go moro. Kijkers, er komt verlichting voor de gezuster Stuart. Hun situatie was van kwaad tot erger, dat weet u. We hebben enkele keren deze zussen in beeld gebracht voor hulp. De hulp kwam wel, maar in de vorm van voedselpakketten. En u weet, de situatie verslechterde nadat het huis waarin zij verbleven in de as werd gelegd. En een van de zussen is slechtziend en haar zoontje geneest nog van een oogziekte. Geen stroom, geen waterleiding, geen sanitatie in een opstal die onder water loopt. Zo is de situatie te omschrijven. Na de uitzending van vorige week hebben zij hulp gehad vanuit de gemeenschap. We brengen u het volgende. Als reactie op de uitzending van de familie Stuart kregen wij bijval van onder andere heer Durga uit Nikeri en Dacon Las- en Constructiebedrijf, die beide een geste hadden richting de familie Stuart. Met beide bedragen haalde 1 voor 12 de nodige boodschappen. Ik wil hiermee aan ieder bedanken die ons heeft ondersteund. Van mij kan zijn ze harte welkom. En ja, God bless. Wat we nu momenteel hard nodig hebben, het is een onderdak en een werk, een goede werk. Voor mijn part maakt het niet uit, want ik kan schoonmaak doen. Ik werd ook in een visbedrijf. Ja. Ik zou ook hiermee willen vragen dat als ze hem kunnen helpen met kleren en ja, kleren, een oppas, zodat hij naar een oppas kan gaan of een peuterschool, als ze ons daarmee zouden kunnen helpen. Want als zijn kleren zijn ook gebrand, we hebben niks nu van hem. Dus wat we van mensen krijgen, dat trekken we aan. Zijn kleren zijn gebrand, maar door jou ook en van je zus ook, toch? Ja. Dus het zou ook op zijn plaats zijn dat jullie ook wat goede kledingstukken krijgen. Ja, ik zou daarmee echt blij zijn als we een paar goede kledingstukken zouden krijgen, want we hebben niet genoeg. Of we hebben wel, maar ze zijn niet beschikbaar om op straat te gaan of ergens te gaan. Een Nederlander genaamd Siete Vlederus heeft beloofd een kamer en de totale zorg op zich te nemen van de slechtziende zus en haar zoontje. Ze worden onder zijn verantwoordelijkheid bij hem ondergebracht. De andere zus kan geholpen worden door tussenkomst van een bemiddelingsbureau van de heer Vlederus. Kijk en luistert u maar naar het volgende. Ja, dat is gewoon, ik bied onderdak aan met kleren, eten. Dus er is niks tekort. Dat is wat ik aan kan bieden. Vanaf wanneer mogen ze daarvan gebruik maken? 26 augustus. De vrouw met het kind kan ik helpen, zolang ze wil. En
De andere mevrouw kan ik via ons bureau begeleiden naar België of naar Nederland voor een andere partner, eventueel. Wat voor bureau heeft u? Relatiebemiddelingsbureau. En uw relatiebemiddelingsbureau zorgt voor mensen vanuit Suriname die naar België willen gaan? Ja, klopt. Okay, zoveel gaan we daarover niet weten. Dat zullen we in een andere setting doen. Maar op dit moment hebben de mensen onderdak nodig en u biedt onderdak aan hun. Ja, volledig. Met eten, drinken, kleren, noem maar op. Die mevrouw en dat kind hoeven niet te werken? Nee. Niets te doen? Nee. Wat ik zeg, mevrouw kan ik helpen via relatiebemiddeling naar België of naar Nederland, wat ze wil. Dus om je goed te verstaan, ze mogen wel met hun drieën onderdak van je genieten. En on the long run moet die andere mevrouw, moet deze zus geholpen worden via uw bemiddelingsbureau, dat ze een betere leven kan krijgen. Ja, als ze wil. Ik denk dat ze gaat willen, maar gaat dat wel goed werken? Dat kan werken. Ik ga ze begeleiden. Alvast heeft hij voor jouw zus en je neefje onderdak. Hoe vind je dat? Ik ben daarmee erg blij. Dus mijn zus moet zeggen wat zij vindt, want ik sprak ook met haar erover. En ze heeft me ook gezegd van ze wil me altijd naast haar hebben. Dus ja, ik ben daarmee blij. Ik bedank deze meneer voor die onderdak. Ja. Hoe vind je dat? Ik vind het een goede oplossing, een goed idee ook. Ja, en van hieruit dank ik hem ook. Vanuit 1 voor 12 zijn er duidelijke afspraken gemaakt met Siete Vlederus. We zullen de gang van zaken in de gaten houden en hopen voor een goede oplossing voor deze hulpbehoevende zusters. We hebben altijd de nieuwste collectie schoenen. Van heel klein tot super. Van maat 5 tot en met 46. Europese en Amerikaanse mode van allure. Maar ook kleding voor kleine en grote dames en heren. Kleine en plus size maten. Van vrije tijd tot heel erg chic. Van small tot super extra large. En dit alles in één zaak. American Style and Fashion. Die u vindt aan de Keizerstraat tussen de Pengelstraat en de Derbystraat. Open van maandag tot en met zaterdag, steeds van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Pas. Ik go. Ben ready voor bouw nou weer. Ja, maar bij alle desani in de buurt die pem den highway dape. Pem den highway, want ik wil zomaar weer kriegen go bij desani. Nou, weer kriegen ze het bouwmateriaal toch? 30 jaar ik ben met wat rokodisi. Na beïnse unat met bij mijn materiaal. Am desani desani, de man boom kopu. Desan voor de man na kwaliteit. Plus daar ook de man lever je sanji. Zonder één probleem. Seunat, inderdaad de oplossing voor het bouwen en verbouwen. Seunat heeft gewoon van alles. Van betonijzer, cement, zandsoorten, elektra- en waterinstallatiebenodigheden, tot bevestigingsmaterialen. Seunat, met haar vestigingen aan de Fred Derbystraat nummer 80, Jozef Israëlstraat nummer 14 tot en met 16, Sir Winston Churchillweg 242 en haar filiaal Quattaweg schuin tegenover weg naar zee. Financiering via onze lokale banken is ook mogelijk, zelfs al met een 0% aanbetaling. Voor Build and Rebuild, Seunat, the only solution. Dank, mevrouw Ba. Ai, buurman, aboon die kon. Ino kan juwan lefko abra bro, chigo duwan san info, no? A nek mi dore, mevrouw. Ma mevrouw, fuso me wagi say abafesi, me shi tu wagi abafesi ja. Je meent dat in abare bewezet, hè? Buurman, isabo langa, mi deka parele. Sayari. Mevrouw, dat je gaan verkeerd, rijschool. Welkom, rijschool, de man had flexi, voor si denki. Da pare school dat deda. De let jana Calcutta strati. Feilloos, probleemloos, dus met gemak uw rijbewijs behalen. Dankzij rijschool welkom. Calcutta straat 121. Welkom rijschool, schoolt cursisten op zeer luchtige manier. Zij het schriftelijk of mondeling. Alle categorieën, ook spoedcursussen.
door onze vakbekwame ervaren reisinstructeurs. U komt slechts met de benodigde stukken en Rijschool Welkom doet de rest. Paul naast de Rijschool is een nette eetcafé ondergebracht met de heerlijkste warme Indonesische en Surinaamse gerechten. Rijschool Welkom en Eetcafé Welkom. Loop langs Calcuttastraat 121 of bel op de volgende nummers. Looking met Tikking. Welkom Rijschool. Welkom. You're all welcome. Hi Livie, ik ben er. Wat is er? Luister Rudy, ons huis staat op de veiling. We hebben nog maar 2 dagen. Ik heb vrienden, kennissen allemaal gevraagd waar ik wat geld kan lenen. Maar niemand leent je tegenwoordig geld. $5,000. Het is maar nog alleen om onder te luister, luister. SCIF, Stichting Kamerwijn Investment Fund. De instantie waar u al uw beleningen kunt doen. Ga naar daar. Hey. In het goedgekoeld kantoor van Compa, de Oost-West-verbinding, wordt u door ons getraind personeel van informatie en advies voorzien. Hoeveel geld gaat u lenen? $5,000. Ook doen wij beleningen op sieraden, auto's, woningen en percelen. U komt slechts met de geldige bescheiden die gelden voor normale beleningen. Afhankelijk van de taxatiewaarde krijgt u 50% van het getaxeerde bedrag uitgekeerd. $5,000 heb ik gelijk kunnen krijgen van SCIF. Ons huis is gered. Rentepercentage vanaf 1% per maand. U krijgt een looptijd van 5 jaren. Snel geld lenen tegen soepele voorwaarden? SCIF, Stichting Kamerwijn Investment Fund. Loop langs aan de Oost-West-verbinding nummer 77A in het gebouw van Compa. The helping hand to a better future. SCIF. Ik kies voor Nee Price. Nyam nyam. Als ik eet, wil ik rijst van de beste kwaliteit. Nee Price. Ik kies voor Nee Price. Zit alleen zie. Nee Price. De beste. Nyam nyam. Als ik eet, Temmenjong. Wil ik rijst van de beste kwaliteit. Ik kies voor Nick Rijs van deze startsterk. Heb ik zin in wat? Nick Rijs, de beste merk. Daarvan krijg ik bouwstoffen en ook koolhydraten. En speciale stoffen die mijn sterren kunnen maken. Ik betaal niet te veel, dus ik zal me nooit opwinden. Elke supermarkt kan ik Nick Rijs vinden. Nick Rijs, Kankatrie straat nummer 59. Nick Rijs, the best rice of the Caribbean. 5, 6, 7. Dames, opgelet. Bent u er al moe van om geen kleren in uw maat te vinden? Bent u er moe van om steeds uitgeput en moe te zijn? Wilt u af van het overtollig vet? Wilt u mooi en gezond zijn? Dan bent u van harte welkom bij Club Satchmo. Op maandag en woensdag van 5 tot 6 uur 's middags en op de vrijdag van 5:30 tot 6:30. Daar bent u terecht voor aerobic lessen, zumba, kracht- en conditietraining en table lessen onder leiding van uw fitnessinstructrice Judith. Indien nodig wordt u in een speciaal programma geplaatst onder leiding van een gediplomeerde gewichts- en voedingsconsulente. Sluit u zich aan met de juiste attitude en u zult het verschil merken. Kom en beweeg! Voor informatie kunt u bellen 893-1075. Aerobics, Zumba, kracht- en conditietraining. Maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 6. Voor informatie kun je bellen met Judith 893 1075. Abo mobile later, Abo. Dank. Waar je komen, chef? Zo is een probleem, ik. Mijn toilet verstopt. Mijn gasbom. Leg je die manting. Dan mina no een lotto. Mensen, dat is zo. Maar die wil hem ching goud zijn, die drapa is ching. Dat is hem in doangadin. Alle dem ching ching pis 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 goud to zijn bij Abjasa of zo. Mijn tek den samen aan den goud zijn, if me, mijn taden go. Let a go and strat jaso, the cold lily. Yes, you want to take me taki. Then go send me the grand magueli give me serden. Yere yes serden, mate yaba money baka. Ye make a sem model baka. De Gouden Lelie, de gouden oplossing waar u op discrete en eerlijke manier al uw goudzaken kunt doen. Het opkopen van al uw sieraden, wit en geel goud. Sloop sieraden, stukjes sieraden, maar ook VCB pandbewijzen. Wij doen zelfs ook aan beleningen op gouden sieraden, maar dan op vertoon van uw ID-bewijs. Maar natuurlijk zijn wij ook professional in het repareren, schoonmaken en vervaardigen van al uw gouden en zilveren sieraden.
De Gouden Lelie, te Leliedorp bij de Leliedorpmarkt naast Hollandia, waar ook de bloemisterij en de giftshop met verse natuurbloemen, kunstbloemen en ook prachtige vazen en wandstukken en giftset zijn ondergebracht. Voor het gemak stapt u ook in ons filiaal aan de Koningsstraat nummer 97. De Gouden Lelie, te Leliedorp en aan de Koningsstraat met altijd een gouden oplossing. Dus een radiator bak heeft me boren. Heel wiki me waka suka manager. No one see me na mafina ma yon. Me opstellen ma in het buitenland. Zij du? A man se stribete yon. Leja na el technico. Na slangen o strati. De ma ap alla mala. Alla de bakke disi. Dus je hoort het. El technico. De specialist in radiators, recoring and services. De radiatorenindustrie in Suriname. El technico. Voor ons is geen probleem te groot. Alle modellen voor alle merken en alle maten. Alle auto's. You name it, we have it. Met zorg, servicen en repareren bij uw radiator tot het plaatsen van een nieuwe door terdege deskundigen. Service en reparatie van uw radiator, ons vak. El Technico, de radiatorenindustrie in Suriname. Papa, go drinken en go palm. Mega heren, Tony, mega klaar. Daru. Oh, wat gaat op? Ik ben zo'n probleem. Papa, keuren, wat ik pijn moet doen, la Tori. Geen papieren, dat is goed hoor ik. Oh, verzekeringsbewijs, ja. Dan heb je niet de man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bronfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring van je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, anno wandering, bappa bol, hinga. GJNH Infrastructuur en Wegmeubilair Suriname NV. Bij dit bedrijf genieten professionaliteit en kwaliteit prioriteit en dat volgens internationale normering. Wij zijn de pro's en de modernste op het gebied van het vervaardigen en aanleggen van wegmeubilair. Wij gaan voor infra voor veilige en zichtbare wegen middels duurzame thermoplastische wegmarkeringen, tekst- en symboolmarkering, moderne geleiderrails, zogenaamde vangrails, verkeersborden en tekstborden, verkeersgeleiding en bebakening, borden in verband met verkeersmaatregelen en verkeersregelsinstallatie, en dat met ultramoderne apparatuur. Daarnaast doen wij ook professionele diensten voor kortweg iedereen. Voor ons is geen job te groot. Onze diensten bewijzen dagelijks hun nut. GJNH Infrastructuur en Wegmeubilair Suriname NV. Waterkandustraat 52, ingang Duisburglaan. De beste car deal sluit u waar u de beste service krijgt. Dus bij SDR Car Center, Hoek Highway en Dageraadweg. Waarom SDR Car Center? Wel, eenvoudig. Bij SDR Car Center staan de mooiste Japanse en Amerikaanse A1-conditie auto's uitgestald. Krijgt u 6 maanden garantie op nieuwe auto's, onder andere service op de motor, gearbox en airco, 2 servicebeurten, waarvan de tweede service na 3000 kilometer, keuring, verzekering en kentekenplaat. SDR biedt verschillende financieringsmogelijkheden, intern met een aanbetaling van 50%, financiering bij de bank met een aanbetaling van 25%, zelf ook 0% financiering, maar dan met een schuldvrij perceel als onderdekking. Verder bieden wij uitstekende deals bij inruilmogelijkheden. SDR Car Center verkoopt ook zwaar materieel. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 7 uur 's avonds en op de zaterdag van 8 tot 1 open. SDR Car Center, Hoek Highway en Dageraadweg. Hout, zand en betonbedrijf Snijpaal en Sons. Hier bent u terecht voor sierkolommen in meer dan 250 modellen in verschillende lengtes en diktes, bloempotten in meer dan 100 modellen, tuinbanken in meer dan 15 modellen, verschillende tuindecoraties en nog veel meer. Exclusief is onze Nature Stone Paint. Volg de nieuwste trend en laat uw sierkolommen wanden en tuinmeubilair met onze Nature Stone Paint voorzien van een natuursteen of granietlaag.
voorbewerkt met een speciale primer, daarna voorzien van een 2 tot 3 mm dikke granietlijmemulsie en na volledige droging wordt het object afgewerkt met een speciaal hiervoor bestemde topcoat in uw favoriete kleur en hierin kunnen ook desgewenst glitters worden vermengd. Tevens hebben wij een zeer uitgebreide collectie wand- en plafondsierlijsten, rosetten en andere ornamenten van duurzame makelij. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Kom gauw langs en maak op uw gemak een keus uit onze collectie. Hout, zand en betonbedrijf S. Nijpaal & Sons staat aan de Kwattenweg, Nijpaalstraat nummer 10. Bel 43 5905 of 43 74 89. Dag tante Jolanda, waarom kijk je zo bedroefd? Mensen, ik ben moe. Ik heb de hele stad rondgelopen. Nou, een pressie, nou, een boomkrossie. Ik zoek naar een pakje. Vlak hier aan de Zonnebloemstraat nummer 84 in het gebouw van Raj Automotive heeft u een boutique die Express heet. De kleding, die is ook van Boutique Express. Zo, mooi man. Hebben ze grote maten? Ze hebben grote maten tot 4 maal XL. Oké, dan ga ik nu naar daar. Een goed assortiment mooie dameskleding. Ook in een maatje meer vindt u bij Express. Express heeft inderdaad een ruime sortering kleding voor de vrouw van deze tijd. Mijn schoen Japon, die was zo stammy. Express schenkt extra aandacht aan de vrouw met een maatje meer. Een keus uit de maten XL, 2 maal XL, 3 maal XL en zelfs 4 maal XL. We hebben ook diverse artikelen uit Amerika. Ook heeft Express naast kleding, horloges, de mooiste vazen, bloempotten, kruiken en ook tuinwasbakken. Express, voor klein en groothandel. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, 's morgens vanaf 8 uur tot 5 uur des namiddags en zaterdag van 9 tot 2. Wij staan aan de Zonnebloemstraat nummer 84 in het gebouw van Raj Automotive. Bezoek ons op Facebook of mail naar expressforyou@hotmail.com. Express Boutique, ja. Kijkers, Gianni Sabayo is erg ziek geweest en haar ouders stapten enkele jaren terug naar 1 voor 12. Ze leed aan beenmergkanker en moest voor behandeling naar Europa. Met behulp van onze president kon de familie Sabayo vertrekken. En door tussenkomst van 1 voor 12 werden de zaken geregeld. Nu na 3 jaren krijgt 1 voor 12 weer bezoek van de familie Sabayo. En Gianni kwam persoonlijk mee. De familie vertelt u hoe de zaken aan toe zijn gegaan. Dit is Gianni Sabayo. Deze peuter is vanaf december ernstig ziek. Wat als een onnozele bokken begon, bleek na verloop van tijd een veel ernstigere aandoening te zijn. Binnen afzienbare tijd ging de gezondheidstoestand van dit meisje dat zo vrolijk en levendig was, ziender ogen achteruit. Zo erg dat ze naar Frans-Guyana moest voor verpleging. Bij deze wil ik dit probleem of dit aspect naar voren brengen om aan de, tenminste de gemeenschap en in het bijzonder de president vragen. En ik hoop dat hij samen met de totale gemeenschap een positieve antwoord kan richten naar je familie toe. Bij de samenstelling van deze editie van 1 voor 12 ontvingen wij wat blijde nieuws van de familie die eerder op de dag op audiëntie was bij de president. Zij is in gesprek geweest met de heer Aanlijk, de heer Rusland en meneer Weidenbos. Ja. En zij hebben ons medegedeeld dat de president ons €25.000 geeft om ticketkosten en verblijfskosten en alles wat daaraan verbonden is te betalen. En dat is hetgeen dat u begroot had? Nee, het is wel ietsje meer, dat ze hebben gehad, maar ja, ze hebben het ruim genomen. Want ze hebben gezegd, die prijzen waarmee, of die bedragen waarmee we zijn gegaan, ja, dat waren toch wel een beetje krapjes. Dus hebben ze het ruim genomen, dus vandaar die €25.000 dat ze ons dan hebben geschonken. So lazy, yeah, I'll be so blue.
willen iedereen bedanken die ons hulp hebben aangeboden, jullie van Even 12, om hulp te zoeken. En ja, de president die ons het bedrag heeft geschonken, dus namens de familie Sabayo. Dan bedanken we iedereen deze om dat ze ons hebben kunnen bijstaan waar ze konden. Door tussenkomst van 1 voor 12 wordt het dus mogelijk voor de grootmoeder om te vertrekken naar Frankrijk voor de verdere begeleiding van Gianni. Inmiddels is Gianni herstellende. 1 voor 12 kreeg gisteren Gianni helemaal uit Cayenne op bezoek. Gianni ziet er nu stralend uit. We spraken de ouders van Gianni. Gianni die maakt het momenteel heel goed. Van wat we van het begin hebben gezien. En is er helemaal opgeknapt. Weliswaar is ze nog bezig met haar behandeling voor nog plusminus 3 jaar. En dan kijken we wat de toekomst met zich meebrengt. De zorg van Gianni, over Gianni, dat is aan deze mevrouw toevertrouwd in Frankrijk. Zij kan ons in principe meer vertellen hoe Gianni het eigenlijk maakt. Ja toch? Of van Gianni en Mekking? Ik ben natuurlijk met Gianni naar de trap. En ik heb dat ook op de trap. Ik heb dat ook in pijn. Met Tamara, dat is normaal. Maar zo'n lesie, dat is echt difficile ding. Dat zo'n lesie. Bon. Amis, dat is Akisa Chemo. Dat heb je zo slap. Dresi hebib jinso. Ya. Amoro hebi wana ku embaka. Anta an abaka fing, but it was alas matak abonyo na wa fafalek san. Em datwang nomo. So ni siti bicara ngata terme air water. Me. Pos presi megi. Tatangi ku amangsa. Potna grontapu. Em amang sa training, ang sa balasan, direct na may abo, tak. Tatao ko bunang yun. Yeah. At problem what sa niya if ano is the sick cell, and normal is it the white blood cell, the afkoknap moet worden, dus ze blijven schommelen en als het helemaal laag is, dan is het wel een probleem voor haar. Dus, maar dat kan je bijna niet zien als ze heel down is. Dat kunnen ze alleen via die bloedsamples zien. Die worden afgenomen. En die resultaten wijzen in hoeverre in welke staat die bloedcellen zijn. En als het helemaal laag is, dan wordt ze direct opgenomen. En voor het laatst was het weer helemaal op nul. Vandaar dat ze dus nog steeds onder behandeling blijft van de doktoren in Cayenne. Ja, dus dat zei ik eerder. Ze heeft een complete 5 jaar behandeling nodig. Waaronder ze die eerste jaar in Parijs heeft gedaan. En de resterende 4 jaar hier in Cayenne wordt gedaan. En dat is het eerste jaar van die 4? Ja. Nu is Gianni naar Suriname. Ze is op bezoek bij haar familie in Suriname. En hoe maakt ze het hier? Wel, ze is heel blij, maar vanmorgen zei ze nog van ze wil terug naar huis. Alhoewel Suriname haar thuis is, maar ja, yeah. Ze voelt haar helemaal thuis in Frans-Guyana nu. Aan de Franse kant, ze praat alleen maar Frans nu. Okay. We hebben mogen meemaken dat vanuit het kabinet van de president een bepaald bedrag is gegeven aan de familie voor onder andere de medische zorg en ook nog opvang en dergelijke in Frankrijk. Hoe is het daarmee verlopen? Hoe is de besteding geweest? Voordat ik begin wil ik toch de president voor zijn gesten tenminste heel hartelijk bedanken. Het heeft heel goed gewerkt voor ons. En qua opvang, qua de medische behandeling. Dus het is heel goed afgelopen met wat we hebben gehad.
Het was een hele, heel grote steun voor ons. Ja. De hulp was in principe een hulp voor een jaar. Kwam u uit met dat geld? Ja, we zijn uitgekomen met dat geld. We zijn uitgekomen met dat geld. Maar nu dat we verder zitten, ja, dan zien we toch dat het niet genoeg is. Maar we zijn heel blij met die gesten. We moeten nu vooruitblikken met wat we nu hebben. Mag ik verstaan dat er nog wat nodig is? Dat u toch nog wat nodig hebt en u wilt dat via dit medium kenbaar maken? Ja, heel graag. Aan de Franse kant, het is een heel duur land. Tenminste, deze grote heren van Suriname weten dat. In Europa dat het heel, heel duur. Het is niet makkelijk. Ik ben nu in Cayenne. Ik zit zonder werk. Ik ben bezig met die mensen daar om mijn verblijf te bevestigen. Weliswaar ben ik met één been. Zit ik binnen. Dus ik moet even afwachten tot oktober dat ik toch mijn verblijf kan krijgen. En dat ze dat kunnen openen voor mij, dat ik in Frans-Guyana tenminste een baan kan krijgen of werk kan verrichten voor die mensen. Dus dat is eigenlijk het enige dat u tegenhoudt, is dus de nodige bescheiden om daar dus vrij uit te kunnen werken. Ja? Vrij en uw emploi te krijgen. En zodat u uzelf en uw kindje kan onderhouden. Ja, dat klopt. Maar voor het moment, ik weet niet, daarom ben ik ook hier gekomen om dan tenminste toch hulp te vragen. In deze wil ik toch de president de groetjes brengen, of de groeten tenminste. Ik wil de president heel hartelijk bedanken voor de hulp die hij heeft aangeboden aan ons. Aan mij en tenminste mijn dochtertje. Het heeft heel, heel goed gewerkt in het afgelopen jaar. Maar we zitten toch met een klein probleempje wat betreft het financiële gedeelte. Dus ik wil toch de president vragen in hoeverre hij tenminste toch nog de hulp kan bieden voor het natraject in de komende 3-4 jaren. Het is heel moeilijk aan de Franse kant, alhoewel het moeilijk is. We blijven de hoop hebben. Ik ben blij en ik vind het heel goed dat de president ons heeft geholpen op het eerste plaats. En dat we hebben gezien dat dat de hulp van hem heel veel heeft gedaan. Dat Gianni weer bij ons mag zijn. Soms heb je zin om je even terug te trekken. Weg van alles en iedereen. Wel, in alle rust genieten kan bij Babbins Pension. Een nette luxe pension voor kort en lang verblijf te Windiwaai en wel aan de Van Kallenweg nummer 27. Een plek met een 24/7 service in goed gekoelde kamers met alle gerieven. Kom naast ons zitten, man. Ja. Dus ook met warm en koud water. Onze speciale roomservice geeft u dezelfde 1x24 uur service. Mag jij wat drinken? Jawel, voor mij een sapje of een Fernandez. Eten en drank halen wij desgewenst voor u. Babins Pension. Telefoon 48 68 97 of 89 31 92 4. Als u in comfort, privacy en stijl wil vertoeven, is Babins Pension de plek. Van Kallenweg nummer 27 te Windiwaai. Die man die je bent, ja. Ja. Die Brit die je komt bakken. Nou die bakken naar je dorp bakken. Misschien dat mij al een mooie vrouw. Maar dat bakken meer zo gewoon. Even hard, man, buurvrouw. Nee, maar buur, tenminste, donja met vier sweetie. Loko, ja, verleden met konja, je bouwt een trouwen meubel. Een meubel is een kleren kast. Mooi zo. Ja.
is onder ons gesproken. Ja. INR met Bainer. In de actie, nu bij INR. Indira Gandhiweg tegenover de golfclub. Actie op was aanrechten. Actie op deuren, ook PVC-deuren. Desgewenst op uw eigen afmeting. Kom en volg ook onze nieuwe bezending was aanrechten. Klerenkasten, eetsets, wandmeubels en ander meubilair. Sla uw slag, kom kijken en kopen bij INR Houtmarkt in Indira Gandhiweg tegenover de golfclub. Deze actie gaat zolang de voorraad strekt. Op zoek naar kwaliteitsauto-onderdelen? Dan is Artco Trading het beste adres. Bij Artco bent u terecht voor motormanagement, dus het op professionele wijze scannen van uw voertuig en het weer op maat brengen van uw remdisk. Auto-airco kapot? Bij Artco is herstel mogelijk. Is uw auto defect? Maak snel contact met Artco, de kampioen in onderstelreparatie. Verwisselen van alle types smeerolie? Bij ons ook mogelijk. Artco heeft verder een uitgebreid en goed gesorteerd assortiment aan ball joints, fun- en timing belts, motorsteunribbers, steekassen, wielbearings in verschillende afmetingen. Kortom, alle onderdelen in voorraad. Wij verwelkomen u dus binnenkort in onze onderdelenzaak. Wij staan aan de Martin Luther King Highway 16. Auto's in AE-conditie bij OPJ, Hoek Gompert en Jozef Israëlstraat. Telefoon 55 1460. Financiering via de lokale banken gaat dan met een aanbetaling van 25% en aflossing binnen 36 maanden. Intern financieren doet OPJ ook, met een aanbetaling al van 50% en een aflossing in maximaal 2 jaar. OPJ heeft ook inruilmogelijkheden. Kom en doe uw keus uit de Toyota Itz, Ipsum, Mark X, Passo, Ronix, Noah, Wish of Caldina, de Nissan Skyline of X-Trail en Mitsubishi Canter. Bij elke auto aankoop krijgt u 10 wasbeurten gratis. Onze car rental heeft een wagenpark met verschillende merken auto's al vanaf €15 per dag. Wij verhuren ook luxe appartementen op kort en lang termijn, gemeubileerd of ongemeubileerd. Loop langs bij OPJ. Zoveel service op één locatie. Hoek Gompertstraat en Jozef Israëlstraat. OPJ. Metabo, een hoog gekwalificeerd merk op het gebied van elektrische machinegereedschappen. Metabo is oersterk, origineel uit Duitsland. Wij hebben wandbijtels, jigsaws, boormachines, heavy-duty klopboormachines, verfremovers, schaafmachines, rotormachines, grinders in 4,5, 5 en 7 duim, cirkelzagen, cordless boormachines in 12, 15,5 en 18 volt, magneetboormachines en nog veel meer. Deze oersterke Metabo-machines zijn verkrijgbaar bij Aircom Trading. Aircom Trading, Prinsenstraat 35, Metabo. Work, don't play. Ai, Michi. Ai, do you know? Yeah, mama. Mami, lo si do not ete. Wang, ino ba no wang sani ete. Mama, die mensen hebben me beloofd, maar schoolmensen trouwens, hebben me beloofd dat ze een doos om me gaan sturen uit Nederland. Dus, op hun wacht ik maar. Dens, mafie, naf ze nog een keer doos komen. Met deze naar Monikon. En we gaan ready text. Dat dape je bij alle zanen. En alles maar die bij ons aan voor. Vanaf 5 SRD. Dat is een karta dat is stamp in G. Dat is een stempel in G. Dat is een voer. Dat is een prachtig cadeau. Ready text is sinds jaar en dag, dus van oudsher, het adres waar u alles voor uw baby kunt halen. Uw kind groeit met Reditex mee. Het Reditex assortiment is zo groot en de keus zo ruim. Met onze blauwe stempelkaart heeft u altijd inkoopsucces. Bij elke aankoop van 5 SRD krijgt u een stempel bij. Een volle kaart heeft een waarde van 7 SRD en die kunt u inruilen voor een leuke cadeau bij Reditex zonder bijbetaling. Dus hoe meer u koopt, hoe meer kwaliteit, hoe meer voordelen en hoe meer cadeaus. Yes, Reditex, dus altijd voor de kleine. Reditex, Maagdenstraat 44 tot en met 48, telefoon 47 43 80. Alasma Winkri, dan naar Reditex. Lukt het wel, lieverd?
Nee, man. Die batterij is niet goed. Wat ga je dan doen? Ik ga de bus pakken. Dan ga ik even naar United Auto Parts aan de Kankantri-straat om een ander te kopen. Doe niet dom, hoor, liever. Net hier aan de Bonnie-straat heb je een afdeling van United Auto Parts. Is een steenworp van hier verwijderd. Echt waar? United Auto Parts heeft de meeste onderdelen van heel Suriname. Op ieder terrein, United Auto Parts heeft het voor u in elke gewenste kleur. Alleen United Auto Parts heeft bijna alles voor u in huis. U krijgt van ons alvast een voorproefje op de buis. Enige echte Auto Parts Giant. Bij ons kunt u gegarandeerde kwaliteitsonderdelen kopen. United Auto Parts, Kankatriestraat 14 en Bonnystraat 112. Maandag tot en met zaterdag van 8 tot 6 uur zijn we open. United Auto Parts, de reus in auto-onderdelen. Kijkers, voor wij deze aflevering afsluiten, moet ik u het volgende meedelen. 1 voor 12 is vanwege het digitaliseren van ATV voorlopig nog niet voor ieder te volgen. We delen u mee dat onze uitzendingen optimaal te volgen zijn op onze website www.1voor12suriname.com. Op deze website verschijnen ook de reclameberichten van adverteerders bij het programma. En hiermee hopen wij ieder goed van dienst te zijn. Met het voorgaande hebben wij u vanavond dus vergast. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. We eindigen de uitzending en zijn volgende week terug met de andere groet. En wens u een prettige kijkstemming verder. Goedenavond.